Collins, I be Hallo mensen, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag is het vrijdag en ik ben vandaag samen met Damien. Damien is er helaas vandaag niet, maar dat maakt niet uit. Zoals jullie de afgelopen week hebben kunnen zien, hadden we een hele Minecraft week hebben we gestreamd, bijna elke dag. Volgens mij zes dagen hebben we gestreamd, één dag niet, maar daarbij hebben we heel veel gedaan. Heel veel. Dus in deze aflevering zal ik mijn eigen huis laten zien en een stukje verder bouwen. En even een world tour, dus een wereld, onze wereld laten zien wat we tot nu toe hebben gemaakt. Daarbij hebben we ook een beacon en volgens mij hebben we genoeg iron blokken daarvoor. Dus dat gaan we ook straks even plaatsen, want dat ga ik ook straks allemaal laten zien wat we hebben gedaan. Oké, nou, we beginnen ons huis. Heel veel meer kisten, heel veel meer troep en alles. Heel veel is niet veranderd. Nee. En heel veel boekjes. Hier is niet heel veel veranderd. We hebben een paar schapen. De koeien zijn daarentegen weg. We hebben aardappelen. Ik weet niet of we dat al hadden. Dan gaan we naar beneden. Nee, als het goed is, Damien's kamer is nu klaar. De vissen zijn helaas dood gegaan. Door een foutje in de server. Dus dat moeten we even kijken hoe we dat, of we dat nog terug gaan halen. En dan de netherport. En dan gaan we ook straks in om naar mijn huis te gaan natuurlijk. Dan gaan we hier naar beneden. Dit is daarentegen nog niet af, mensen. Dit is eigenlijk de smelter van alles. Dus hier gaat dan de kool in, de coalblocks. Hier gaan de iron of de gold ore in. En dat gaat dan met de minecart zo heen en weer. Waardoor het allemaal zo terugkomt. En dan komt in deze kist dan weer uit. Heel handig systeem, kijk, daar komt de knop en daar gaat het. En zo hebben we het hier voor oors en hier voor eten, alleen deze kant is zo te zien nog niet af. Dat is dus in het huis, dan hebben we nog veel meer troep om te bouwen. Dus dat hebben we nu in het huis, dus dat hebben we zeker lekker uitgebreid. Maar dan komen we buiten. We hebben hier onze lava troep ding weggooien, want we gooien constant overal alles heen. Hier hebben we meer composters gemaakt. Nou, hier hebben we de mijn, hier hebben we een andere beacon. In de streams van een paar dagen geleden zijn we 2 of 3 dagen naar de Nether geweest. Dus daar hebben we heel veel wither skulls gevonden, waardoor we de wither konden aanvallen. Hebben we ook nog in de stream gedaan. Dus daar hebben we een beacon met haste, zoals jullie rechtsbovenin kunnen zien. Dus dat is dat. Dan hebben we hier een enchant plekje. Nou, dat is ook eigenlijk allemaal goed. Kijk uit, je kan hier vallen. Danger, nou, dat kan je zeker. Dus kijk dat we niet te veel damage pakken. Dan hebben we hetgeen dat we hal ongeveer wel en niet in de stream hebben laten zien. Ik zal het gewoon nog een keertje laten zien. Dit is onze bomenfarm. Even kijken, ik moet hier omhoog. Ik maak constant dit ding kapot. Oh, dat geldt weer. Eentje hoger. Maar dit is onze bomenfarm. En ik heb het eentje hoger op gedaan. Echt. Top om onder boven te komen, maar dit is onze eigenlijk bomenfarm en dit deed 18 stacks in 20 minuten, dus we doen hem aan. Dan gaat de boomwiel constant tikken, dus dat is via een klok beneden gedaan. En dan hou je gewoon eigenlijk rechtermuis op, precies daarop, ingedrukt. Dan groeit de boom en dan komt de TNT zo erop. En dat laat de boom ontploffen, al het hout wordt opgepakt. En hier krijgen we uiteindelijk de saplings krijgen we weer terug. Ik pak deze even vanavond op. Goed, kunnen we dan nu uitzetten. En dan komt hier het hout in wat je hebt gekregen van ja, eigenlijk de boom. Dus dat is dat. Dat hebben we gemaakt. Het was best wel. We hebben een paar keer opgeblazen, maar hey, dat is niet gedaan. Dit is onze bamboe farm. Die staat nu even uit. Even kijken. Ik zal hem even aanzetten voor jullie mensen. Oké, zo. De laatste redstone plaats. Als het goed is, staat nu weer aan. Dan moet ik even kijken. Hoe werken de dingen ook weer? Hoe zet ik deze weer aan? Hoe heb ik dat toen gedaan, hè? Volgens mij moet dat eerst updaten. Dan moet ik even één glas weghakken. En dan die volgens mij weg. Oké, als ik dit weghak. En daarna als die weer groeit. Tada, kijk, dan groeit alles. Eigenlijk is het heel simpel even deze vanmorgen. Een bamboe groeit, dan detect hij dat daar bamboe is gegroeid. Dan gaat er een redstone signaal aan de achterkant doorheen.
Dan gaat het zo hier naar beneden. Kijk, hier gaat het aan, dan gaat het daar doorheen. En dan met de pistons haal je de onderkant van de bamboe weg. Zo krijg je eigenlijk, hier zit niks in, maar 1 full chest, 2, 3. Oh ja, 3 sowieso. En dan hierachter zit nog wat bamboe in de hoppers. Dus dat werkt zeker. We hebben deze ook 20 minuten aangehad. En dit kwam ervan. Dus ik zit er wel weer even meteen uit, want het is nogal een lek veroorzaker. De koe die Damien heeft gemaakt, moet je maar even niet opletten. Dit moet een koe voorstellen. Ik vind het hoofd eigenlijk een beetje lijken op een kat. Maar ik vind het wel leuk. Kijk, hier komt alles in. We hebben nu 47 ladder ervan gekregen. Ik zal even wat wiet pakken, zodat we de koeien kunnen breeden. Zo, ik heb wat wiet gepakt. En als het goed is, als je nu gewoon rechte muis op ingedrukt houdt. En je gaat gewoon constant heen en weer. Dan ploppen, als het goed is, al die koeien er gewoon zo uit. Kijk, tadaa, boom, boom. Dus dat is heel fijn. Ik zie dat we nu een beetje, omdat de goot hier in zit, moeten ze er even in duwen. Nu zit ik alleen maar hier vast. Wacht even. Uh-oh. Zo. Uh-oh. Ja. Volgens mij kan ik die weghakken. Ja, dan moet ik die oppakken en dan even deze terug. En dan die weg. Zo, en dan hieronder zitten hoppers, waardoor dat allemaal opgepakt wordt. En als het goed is, kan ik dat pakje er weer uithalen. Oké, dus dat werkt als het goed is nu weer. Ja, ik had heel veel koeien erin gestopt, dus vandaar dat het waarschijnlijk niet meer werkte. Maar als het goed is, kunnen we dan nu gewoon weer dit doorbreden. Zo. En dan komt als het goed is weer eentje uit, zo. Plop. En die zit dan daarin. En dan als het eigenlijk gegroeid zit en het zit zo vol, dan wordt het geplet. Oh! Wordt het geplet, was even een Phantom die laatst zelf. Volgens mij heb ik ze nu allemaal wel geprobeerd te zien, ja. Phantom komt zo terug, dus die gaan we even. We hebben een paar. Oh, nog eentje. Oh shit. Zoek dekking, mensen, zoek dekking. Oké, nu even veilig aan het huis zitten voor die Phantoms. Kunnen we zo even via de netherportal naar mijn eigen huis? Die is ook eigenlijk vanaf de buitenkant is hij bijna af. En dan gaan we in deze aflevering gaan we eigenlijk de binnenkant doen. Via de netherportal kunnen we naar mijn eigen basis. We hebben een beetje een nether hub gemaakt, zodat we makkelijk van de ene naar de andere plek kunnen teleporteren via de nether. Zo. Even kijken, hier hebben we de brug. Kijk, we proberen zo dicht zo goed mogelijk te beschermen tegen Kes, want we zijn al meerdere keren er vanaf geschoten en dat is niet echt heel fijn. Dus hier zit een bordje, we zijn nog steeds met hooi. Ja, nog steeds niet weggehaald. Dan gaan we naar mijn basis. Oké, ik ben bij mijn basis. Ik zie ook, ik heb net wat pigments vermoord, omdat die allemaal spannen hierin. Maar dit is eigenlijk mijn huis, wat het nu is. Er zal waarschijnlijk nog allemaal bloemetjes, paadjes, allemaal hier om me heen en ervoor en ernaast komen. Maar dit is eigenlijk wat het nu is. Hier hebben we nog een paar balkonnetjes. Ik ga nog naar beneden. Het is eigenlijk een heel modern villa huis, wat ik eigenlijk wou maken. En ik moet zeggen, het is aardig goed gelukt met nog een paar... zijn die Phantoms een serieus gevolgd? Nou, we gaan snel naar binnen, mensen, want hier is toch de garage. We worden anders aangevallen door Phantoms. Dit is wat we nu doen. Nou, de lichten moeten toch allemaal aangepast worden. Hier wil ik eigenlijk de keuken maken. Dus dat gaan we maken in deze aflevering. De keuken hier. Hier komt dan, denk ik, de eettafel al zo aan de zijkant. Dan hebben we hier nog een deur naar de garage. En misschien dat we de auto gaan maken. Dat weet ik nog niet, of dat gaat lukken. Of misschien hopelijk wel een beginnetje aanmaken. Dan hebben we daar kisten beneden. Dan ga ik dat nog iets laten zien. Nee. Dan wil ik hier achter nog een muur zo maken. Dat je hier de wc hebt. Hier zo aan de achterkant. Kan je lekker zo poepend en plassend naar buiten kijken. Geweldig. En eigenlijk wil ik zo hier zo een dubbel bed maken. Dan eigenlijk gewoon nog hier. En misschien een muur. Misschien niet dat het gewoon helemaal open is. Of ik wil hier mijn ding op mijn bed gaan plaatsen. Maar dan moet ik even kijken wat ik wil doen. En dan heb je hier een balkonnetje aan de voorkant. En dan heb je ook nog een balkonnetje hier aan de achterkant. En dan kan je ook gewoon nog... Hier, ik kan nu gewoon even, want ik ben te blij om naar beneden te lopen. Hier is mijn dark fence. Zo, dat heb ik net even laten zien. Dan heb je nog een deur. Dat is de trap eigenlijk daar. Ook nog een balkon beneden. Zodat je alle monsters kan uitlachen omdat hun buiten staan. En jij zit lekker warm binnen. Maar, dat is niet alles. We hebben hier eigenlijk een boekenkast zonder reden. Maar, hierachter heb ik een button verstopt. En als je die indrukt en snel genoeg rent, dan gaat dit open en dan kan je er snel doorheen. En dan gaat het achter je weer dicht. Heel handig. Maar hier zo wil ik eigenlijk hier, als je hierheen kan lopen, dan komen hier twee waterstralen helemaal naar beneden tot laag 12, 13, misschien 14.
Vandaar dat ik ook die beacon mee had, omdat de plaat uiteindelijk beneden. Zodat er beneden een enorme basis met een opslag, netherportal, farms, alles erop en eraan wat ik eigenlijk gewoon nodig heb. En dat komt dus beneden, maar dat gaan we. Dat moet ik even kijken wanneer ik dat ga maken. Dat, misschien in een livestream weer een keertje, als we gewoon weer zin hebben om Minecraft te livestreamen. En dan via de bits kan je er gewoon weer makkelijk uit en dan laat je gewoon de deur open. Even kijken, het is nog steeds nacht, dus dat is. Maar. Ik heb de spulletjes voor de keuken niet mee, dus ik heb heel toevallig geen kist staan. En ik stop dit gewoon even in, oké. Wat hebben we nodig voor een keuken? Heel simpel. Hoppers voor afzuigkap. Furnaces. Dat is een hele goede om mee te beginnen. Furnaces. Dus dat gaan we even. Ik ga even de spullen pakken, mensen. En dan ben ik zo bij jullie terug. Oké, mensen. Ik heb de spullen. Ik word alleen een beetje aangevallen door mobs. Dus snel naar binnen. Snel naar binnen. Ja, oké. Ik heb hopelijk nu ongeveer de spulletjes die ik nodig had. Oké, we gaan. Ik moet even kijken hoor. Dus dit hoekje. Oh shit, dat klikt dit voor ongeluk, dat was niet de bedoeling. Skeletons zijn lekker buiten wat schieten ze ook. Hoor ik niet of jullie dat kunnen horen, maar dat maakt niet even uit. Furnace, normale furnace. Dan wil ik eigenlijk zo hier de koelkast. Dan heb ik dit zo gedaan en dan kan je, als het goed is, aan de achterkant dit plaatsen. En dan heb ik een button mee, ja. Even kijken, die plaats ik zo aan de bovenkant, niet aan de onderkant. Zo, en dan kan je bijvoorbeeld hier gewoon, nou ik doe even de helft van mijn kippen en zo op, oké. En dan druk je op de button. De button. Gaat de deur open en dan komt de kip uitschieten. Nou, geweldig toch? Dan krijg je gewoon een kip. Ik heb rails. Dat is 1, 2. Dat staat eigenlijk van een soort van gas. Of gas. Ja, weet je die dingen eigenlijk? Ik weet niet eens hoe dat heet. Maar dan moet dit daar bovenop. Oh nee, andersom. Dan moet eerst. Eerst die. En dan. Dan laat je net een afzuigkap en misschien dat ik hier nog slabs ga boven plaatsen, maar dit is even nu snel de keuken die ik heb gemaakt, dus dat is dus niet heel bijzonder nu nog, maar waarschijnlijk ga ik hier nog een kookeiland op maken. Wacht, dat kan ik misschien nu ook gewoon meteen doen. Heb ik nog die blokjes? Oh, skeleton, dood. Heb ik nog die blokjes hierin zitten? Ja, maar welke wil ik gebruiken? Ik denk deze. Zo. Ja, maar ik heb denk ik geen. Ja, wat heb ik nog nodig? Kijk, hier zit het goed of het zo is. Heb ik trapdoors? Heb ik hier nog wat hout in zitten? Nou, heel toevallig heb ik hier wat hout in zitten. Ik heb hier daarentegen ook nog een crafting table. Misschien is het ook gewoon handig om in de keuken te plaatsen. Dan gaat dat licht source me even. Oh ja, dan kom ik hier terecht, dat dacht ik al. Verplaatsen we de licht source van even eentje naar. Naar rechts, dus niet het allergrootste probleem. Ik merk wat op de muur nog eentje hierheen moet. Dat is misschien wel een probleem, maar dan gaan we even allemaal hier doorheen. Even kijken, dan hebben we dat zo. Dan heb ik crafting table hier en dan voor de scare zo, trapdoors. Ik hoop dat dat genoeg is. Daar. Ik ben bar. Oh ja. Dat kan hier misschien nog een keertje. Een bloempot op of iets anders. Dus dat was eigenlijk nu de keuken die we hebben. En dan heb ik dark, geen dark oakwood. Ik denk dat ik spruce moet gaan gebruiken. Hallo meneer. Mocht u hier binnenkomen? Hey, hallo. Nee, u mag hier niet binnenkomen. Kom maar mee naar buiten. Hier naar buiten jij. Ik ben zo weer terug als ik hem buiten heb gekregen. Oké, en dan het kleine akkefietje is hij. Ja, is hij buiten gekomen. Maar dat. Is geen probleem. We gaan door waar ik was gebleven. Ik heb hier geen ander hout zo te zien in te zitten. Dus dat moet ik straks even gaan halen. Zodat we hier de eettafel kunnen maken. Want als goed is kan dat 1, 2, 3 zo. En dan bankje zo. En dan of eigenlijk eentje hier. Want ik ben eigenlijk een uppie nu nog. Maar dan heb ik hier 1, 2, 3. En dan daar een ster en daar een ster. En dan als er ooit nog iemand op bezoek komt, kan die daar gaan zitten. En dan heb je gewoon nog de ruimte om zo hier te bewegen. Dit wil ik eigenlijk gewoon een beetje open laten. Dan misschien hier een kapstok maken en een mooie tapijtje hier neerzetten. En boven eigenlijk, ja, wat ik al heb gezegd, mijn badkamer daarachter. Hier mijn bed plaats ik denk toch hier. En dan hier eigenlijk nog gewoon een tv en een hele loungeplek zo maken.
Dat leek me ook wel leuk om te doen. Dus ik ga denk ik even de spulletjes pakken om de, ja, wat is daar, eettafel te maken. De stairs, signs heb ik denk ik nodig voor de zijkant. Misschien nog een taart of zo, er leuk op plaatsen of zo. Misschien nog een bloempotje voor daar en nog voor hier. Dus dat ga ik even pakken en dan ben ik zo bij jullie terug, mensen. Oké, mensen, daar ben ik weer. Voor jullie was het ongeveer 1 seconde, maar voor mij was het iets langer, want ik moest even twee taarten maken en dat kostte nog, of de kosten duurde nogal lang om al het wiet en alles weer te verzamelen. Maar dat maakt niet uit. Ik heb twee flower pots. Ik zit alleen te denken, wil ik deze hierin doen? Omdat het is rood met rood, dus ik denk dat dat wel beter past. En dan moet ik even kijken, want ik heb stripped spruce wood gepakt. Dus ik denk dat er wel. Ja, ik ben gewoon een beetje aan het experimenteren. Dus we hebben daar zo'n ster en daar die. En dan gewoon dit gebruiken als leuning zo. Kan dat? Dat denk ik wel leuk uitzien. Nou, jij krijgt de taart. Hier komt nog een bloemetje. Mooi blauw bloemetje. En dan is dat eigenlijk ook alweer helemaal opgevuld. Ja, dat is eigenlijk nog goed. Boven wil ik eigenlijk nog een bureau maken. Auto wil ik eigenlijk voor de volgende keer laten. Eigenlijk de bovenverdieping ook. Want ondertussen ben ik alweer een half uur bezig. Voor jullie is dat niet zo super lang. Maar ze zal toch ongeveer een video van 10 minuutjes, een kwartiertje worden voor jullie. Maar, dus wat hebben we gedaan? We hebben de keuken gemaakt. We hebben, ja, eigenlijk eetplekje gemaakt. We hebben eigenlijk wat we hebben gemaakt, eigenlijk heb ik allemaal laten zien. Ik zal nog even snel teruglopen om te laten zien wat we hebben gemaakt. Oké, ik ben teruggelopen. Dus we hebben de woven farm, we hebben de bamboe farm, we hebben de koeien farm. We hebben Damien's huis met meerdere verdiepingen naar beneden. We hebben de beacon, we hebben de farm, we hebben Damien's aquarium zonder vissen. We hebben heel veel meer kisten en eten en armor en zeespullen, zoals jullie allemaal kunnen zien. Dus dat hebben we allemaal gedaan. Dus, mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan tot de volgende keer. Later! Why self life? We went on the dish, we went on the money. We went on the dish, we went on the money. We got London on the track.